van ABBA in internationale tv-serie. Laatste voorbereidingen voor Brabant Open Air. En 7000 studenten vieren intro. Het Van Abbe Museum is de komende weken terug te zien in een internationale televisieserie The Spiral. De serie gaat over gestolen kunstwerken in Europa. Voor het Van Abbe Museum is dat de Picasso en de opnames voor deze serie waren al in januari van dit jaar. Vandaag ging de televisieserie in première en niet alleen het Van Abbe Museum is erin te zien, maar ook andere internationale musea, zoals bijvoorbeeld het Rubenshuis in Antwerpen en het Nationaal Museum in Stockholm. En in dat rijtje staat dus nu ook het Eindhovens Museum. Eigenlijk heeft een van mijn collega's dit geïnitieerd. Hij hoorde via het Filminstituut, dus wat nu het AI is, heeft hij begrepen dat dit project aan de gang was. En toen hebben wij eigenlijk actief contact met hun opgezocht. Dus ik zeg, nou, we willen dolgraag aan dit project meewerken. Omdat we het ook zagen als een hele mooie kans om samen te werken met die verschillende musea, maar ook met het productiemaatschappij. Dus dat het echt een hele mooie samenwerksverband eigenlijk was. En de televisieserie is niet het enige, want er hoort ook nog een online spel bij, zodat liefhebbers het complot kunnen ontrafelen. In het Van Abbe Museum kun je daarnaast ook nog op zoek naar het verdwenen schilderij van Picasso. De game houdt eigenlijk in dat je op zoek gaat naar de kunstwerken in het spel en daarvoor moet je credits gaan verzamelen. En dat kun je ook hier in het museum doen. Dus er zijn hier zelfs in het museum een aantal dingen verstopt die je kan vinden. En natuurlijk hebben we op de plek waar de Picasso normaal gesproken hangt, is nu het logo van de Spiral te zien. Voor het zien van de televisieserie moet je nog wel even geduld hebben, want vanaf 2 september dan is de serie pas te zien op Nederland 3.